echt super vet. Oh, yeah. Ik weet niet, ik heb dat niet zo heel vaak. Ja, die week zit er ook tussen. Ik ben er te zwang voor. Wat lelijk zo. En dan te bedenken dat er ook nog mensen zijn die dit op vol scherm kijken. Hoi en leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe vlog. Vandaag is maandag en ik werk weer vandaag thuis. Ik heb mijn thuiswerkdagje. Ik heb een beetje struggles, want ik zit zeg maar met het ding dat zowel mijn telefoon, mijn iMac en mijn harde schijven allemaal tot een nokkie vol zitten. Dus ik heb best wel een beetje een soort van issue, want ik moet wel gewoon editen. Ik moet mijn vlog editen. Ik moet de aftermovie maken van gisteren van de workshops. Mocht je die nog niet hebben gezien, check even de vorige vlog. Maar ja, dat is wel echt een dingetje. Dus ik ga nu vandaag een extra harde schijf bestellen, zodat ik die morgen kan ophalen. Maar ik heb gewoon de tijd niet om dat allemaal over te zetten. En ik moet mijn iMac ook opnieuw installeren. Dus dat doe ik volgende week zondag. Ik hoop dat alles het nog een beetje volhoudt. Dat ik het nog een beetje kan rekken en dat ik nog wat dingen kan verwijderen die ik kan verwijderen. Ja, maar het zit echt, ook mijn telefoon is echt gewoon 99% vol. Gelukkig staat al een hele hoop wel op mijn computer en mijn harde schijven. Maar ik wil het gewoon even netjes allemaal goed hebben staan. Zodat ik zeker weet dat het erop staat. Maar goed, dat is even de struggle van vandaag. Ik ben op dit moment wel alvast mijn vlog aan het editen. Want ik dacht, ja, ik wil dat eerst af hebben voordat ik daar met andere dingen ga focussen. En daarna ga ik mijn beelden van de Movers Network, de workshops op mijn computer proberen te zetten. Of nog op een andere harde schijf. Ik moet nog even kijken of ik er nog een kan vinden en vrijmaken. Ja, echt, gisteren was echt fantastisch. Het was echt wel heel erg leuk. Ik kreeg echt goede vibes van mensen. En dat vond ik heel leuk. Iedereen is ook al gelijk enthousiast en vraagt naar de filmpjes. Maar daar moeten ze nog even op wachten. Want we maken eerst een officiële aftermovie. Die ga ik zo snel mogelijk in elkaar zetten. Daarna worden de filmpjes verstuurd. Ik heb natuurlijk niet voor niks gefilmd. Dus ja, veel editwerk weer. Deze week wordt weer een leuke week. Iets rustiger dan misschien de vorige weken. En ik ga, als het goed is, deze week of volgende week ook beginnen met mijn extra video's. En ik ga beginnen met om de week een extra video. Dus ik ga daar nog even een plan voor maken. En misschien dat dat vandaag ook lukt. Ik ben heel benieuwd hoe jullie dat vinden. Mocht je dat dus leuk vinden, doe dan zeker even een like op die video's en op deze video. Ja, vandaag zal ik niet heel veel vloggen, want dat is niet heel interessant. Ik zit toch alleen maar thuis in mijn eentje in mijn kamer. Oh ja, en ik wil vandaag, of in ieder geval deze week, ook weer even een berichtje uitsturen dat ik mijn verjaardag ga vieren. Ik ga binnenkort mijn verjaardag vieren. Ik ben 12 oktober jarig. Ik wil van tevoren dat iedereen, ja, dat zoveel mogelijk mensen kunnen. Dat vind ik wel zo gezellig. Ik wil denk ik een aparte avond met wat vriendinnen. Ik wil mijn hele crew uitnodigen. Om ook gewoon een beetje te werken aan de band. Ik vind dat heel erg belangrijk. En ik vind dat heel erg leuk. Om op die manier ook een beetje buiten de dansschool elkaar te leren kennen. En ik hoop dat dat met zo'n verjaardag gewoon lukt. Ik wil ook een dag, een avond of een middag voor familie doen. Want anders wordt dat wel heel veel tegelijk. Dat is niet heel chill. Dus ja, dat ga ik allemaal doen deze week. Ik heb overigens echt mega veel spierpijn van gisteren. Ik heb gisteren de training niet heel erg gefilmd. Vorige week vlog. Omdat het, ik wil niet te veel filmen of zo. Maar we hadden dus een conditietraining. Tussen haakjes. Kleintje. Maar I don't know. Ik voel hem wel. Het is wel weer lekker om je spieren af en toe te voelen. En ik voel ze ook echt overal. Mijn armen, mijn schouders, mijn rug, mijn buik, mijn benen. Het is wel even wennen weer. Spierpijn. Maar goed, ik vind het eigenlijk ook wel weer lekker. Maar ik ben heel erg toe aan een massage of een warm bad. Het is weer dinsdag. En ik ben weer in de studio. De graffiti man, noem ik hem maar. Die is net weggegaan. Vet hè? Echt super vet. Die muur is echt zo cool. Die muur die was eerst rood. Maar ze hebben nu echt een heel cool artwork erop gedaan. Heel nice. En deze ook meegepakt. Ik moet even met een dingetje er doorheen, want het is een beetje vies. En dan ga ik heel veel voorbereiden. Het is echt een half uur vroeger, eerder. Dus dat is wel lekker. Kan ik nog heel even doornemen wat ik wilde doen vandaag. Ja, ik heb vandaag gewerkt tot 3 dus altijd. Normaal heb ik altijd mijn training na mijn lesjes, maar die moet ik even skippen helaas. Omdat ik naar een ondernemersbijeenkomst moet, wat mijn werk organiseert vanavond op mijn werk zelf. En daar moet ik bij zijn en dan moet ik video's en foto's maken. Dat ga ik doen, dat is de planning voor vandaag. Ik ben echt een beetje gaar. Maar ik ga die kids lekker aan het werk zetten vandaag en ik heb er wel weer zin in. Hey,
voel me zo energiek altijd na deze lessen. En ik weet niet, maar vandaag was echt zo ontzettend leuk. De derde groep was echt, ja, gaf me echt veel energie. En ze killden het. Ze killden gewoon mijn choreo. En dat is, I don't know, ik weet niet. Ik heb dat niet zo heel vaak. Maar ik vond het gewoon echt weer heel goed uitzien. En daar word ik echt heel erg blij van. Ik ben nu net thuis. Het is 7:15. En ik ga nu als de sodemieter eten, douchen. Mijn eten staat nu in de magnetron, dus ik kan nu even niet iets anders doen. Douchen, tegelijkertijd eten. En heel gauw naar mijn werk. En dan filmen voor een soort aftermovie en foto's maken. Ja, maar met deze energie kan ik de avond wel weer even vooruit. Dus daar ben ik heel erg blij om. Thanks guys, als je dit ziet en je was in mijn les. You the bomb. Het is echt heel erg. Maar ik ben even naar de McDonald's gegaan. Want ik had nog zo'n erge honger. Dat is niet normaal. Ik ga dit opeten. En dan ga ik slapen. En dan zie ik jullie morgen weer. Bye. Good morning. Het is vandaag donderdag. Gisteren heb ik niet gevlogd. Omdat ik echt ontzettend moe was. Ik heb gisteravond na mijn werk ben ik thuis gekomen. En heb ik al dingen in huis gedaan. Was opgevouwen, et cetera. Toen heb ik gekookt, gegeten. En daarna ben ik heel even op bed gaan liggen, dacht ik. Maar ik werd vanmorgen om 7:30 wakker. Binnen een kwartier ging mijn wekker. Dus ik heb echt 12 uur geslapen, denk ik, of zo. Maar blijkbaar had ik het nodig. En ik voel me eigenlijk nog steeds best wel blabberd. Ik voel me ook niet helemaal lekker. Beetje misselijk, beetje keelpijn. Maar we gaan er gewoon weer voor vandaag. Ik weet dus ook nog niet of ik vandaag ga dansen. Gisteren heb ik dus obviously niet gedanst. Ja, die week zit er ook tussen. Dat kan gebeuren. Ik ga het even aankijken vandaag. En ja, in ieder geval ga ik vandaag naar werk. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Yay, thank God it's Friday. Ik ga naar mijn werk, het is 8:00. Ik heb dit leuke sterrenbloesje aan, ik ben er echt heel erg blij mee. Met gewoon een zwarte jeans. Ik wilde hem eigenlijk aan met een andere jeans. Deze. Die heb ik al een tijdje, die heb ik vorig jaar gekocht. Ik ben er te slank voor. Ja, ik weet niet, ik ben blijkbaar heel erg veel afgevallen. Vooral rond mijn middel. Wat ik ook wel heel erg door had hoor. Maar ik trek hem gewoon eigenlijk nooit meer aan. Omdat ik gewoon, hij zit gewoon niet mooi. Hij moet eigenlijk net wat strakker. Dus ik ga vanmiddag denk ik even naar de kleermaker om te vragen of die er wat mee kan. Ik weet niet of het überhaupt kan, want het is een broek met best wel veel lijnen en naden en zo. Maar op zich, die man die kan echt alles. Dus we gaan het gewoon proberen. Maar dat zou wel fijn zijn, want dan kan ik hem gewoon weer aan. Want het is echt mijn lievelingsbroek geweest. Ik heb gisteren wederom niet gefilmd, omdat ik gewoon niet zo lekker voelde. En ik was gewoon echt heel erg moe. En ik weet niet, sommige weken die breek je gewoon een beetje op. Ik heb gisteren een post live gezet op Instagram. Om te vragen of jullie vragen hebben voor mijn Q&A. En dat hadden jullie echt massaal. Jullie hebben echt veel vragen ingestuurd. Dat ga ik vanavond of vanavond of morgen opnemen. Echt super blij mee dat jullie zoveel vragen hebben. Want dat is echt heel erg leuk. Ja, ik ga lekker naar mijn werk. Ik ben weer thuis. Ik ben niet naar de kleermaker gegaan, want ik was een beetje laat thuis van werk. En heel erg, ik had heel erg honger. Ik heb net even wat al gegeten. Ik ga nu heel veel chillen, want ik ga nog niet eten. Want dat vind ik een beetje vroeg. Het is 5:00. Maar ik was wat later klaar met werk. Omdat ik gewoon heel veel te doen had. Daar kwam het op neer. Ik zat vanmiddag ook alleen op de afdeling. Dus ja, verder zaten er wel mensen van Surge. Ik ben lekker aan het editen. Ik ben bezig met de aftermovie van The Movers Network, The Workshops. En toen ging de bel en toen kwam mijn harde schijf. Ik heb een harde schijf besteld. Ik weet niet of ik dat verteld heb eigenlijk, maar mijn harde schijven zitten allemaal vol. Ik heb er 1 van 1 terabyte en 2 van 2. En nu heb ik er 1 van 5 terabyte gekocht. Aangezien ik natuurlijk heel veel film in 4K en dat is gewoon echt wel grote, dat zijn gewoon grote bestanden. Ik verwijder wel de originele bestanden na 2 jaar. Maar ja, meestal hou ik het toch nog eventjes omdat ik het gewoon fijn vind om te gebruiken. Of om, nou ja, gewoon te hebben dat idee. Maar meestal bewaar ik het gewoon 2 jaar omdat ik het gewoon een chill gevoel vind dat ik het nog wel ergens heb ofzo. Ik bewaar dus al mijn video's, al mijn bewerkte video's op harde schijven. En sommige rugbestanden bewaar ik wel ook. Maar dat gaat gewoon heel veel opslagruimte kosten. Dat kost al heel veel ruimte. En nu heb ik het verdeeld over 2 schijven. Maar ik wil nu eigenlijk alles op eentje. En dan een extra backup op de overige 2. Want stel, dan gaat er 1 kapot. Dat is ook weer zoiets. Dan is dat gewoon handig om er om een extra te hebben. Met in ieder geval dingen die je echt, echt, echt niet wil verwijderen. Zoals bijvoorbeeld filmpjes waar ik ooit mee ben begonnen. Dat zijn gewoon dingen die zijn voor mij heel waardevol. Je zal misschien denken, ja, maar het staat gewoon op YouTube. Klopt.
Maar we hebben geen idee wat de toekomst ons gaat brengen. En misschien is YouTube over 5 jaar wel gewoon uit de lucht. Omdat het failliet is. En dat zou ik gewoon zonde vinden. En ik wil het gewoon... ja, op een harde schijf hebben. En geen idee hoe lang we deze kunnen uitlezen. Maar dit zal in ieder geval iets langer zijn en iets meer zekerheid bieden. Dus die moet ik even gaan formatteren voor Mac. Want die is geloof ik geformateerd voor Windows. Maar dat is niet erg, want dat had ik bij de vorige ook. En ik heb pizza besteld. Ik heb pizza bij Domino's besteld. Ja, vrijdag is altijd een beetje mijn chill dagje met eten en zo. Dus dat. Dus als dat er is, dan stop ik met editen en dan ga ik gewoon lekker chillen. En dan ga ik morgen weer verder editen. Ik heb half-half. Ik heb kebab en cheeseburger. En ik ga lekker Stranger Things verder kijken. Ik ben nu bij aflevering 3. Nee, aflevering 4. Seizoen 3. Spannend. Even mijn muziek uit. Want dat gaat niet goed. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en het is 9 uur bijna. Ik was vanmorgen heel erg vroeg wakker. Ik ben gisteren ook niet heel laat gaan slapen, dus misschien kan het daardoor komen. Maar ik ga lekker een ontbijtje maken, dan ga ik editen. Dan neem ik mijn Q&A op. Ik ga een Q&A opnemen. Mijn eerste dans Q&A. Super veel zin in, want ik heb er heel veel vragen gekregen. En ik ben heel benieuwd of ik ze allemaal ga behandelen. Of misschien een paar bewaar voor de volgende keer. Mocht je dus nog vragen hebben, er komt sowieso nog een andere Q&A een keer aan. Dus stel ze vooral in de comments of ik behandel het een keer in een vlog. Gewoon al je vragen kan je altijd stellen rondom dansen of... voor mij of wat dan ook. Ik heb het zo warm. Ik had helemaal mijn jasje uitgedaan. Want ik had eigenlijk deze broek en mijn Adidas jasje aan. Ik dacht vandaag, ik doe even mijn trainingspakje aan. Ik wist niet zo goed wat ik aan moest. Ik had geen zin in iets leuks of iets bijzonders. Dus toen dacht ik, nou, dan doe ik maar gewoon mijn pakje aan. En ik heb mijn bed even afgehaald. Die moet ik nog even opmaken. Het werd wel weer tijd voor clean sheets. Dus dat ligt nu klaar. Het is zo'n rotwerk altijd. Hebben jullie dat ook? Misschien heeft dat er ook mee te maken dat ik maar 1,55 meter ben. En altijd echt de struggle heb van mijn leven. Om dat dekbed in het dekbed overtrek te krijgen. Maar goed, we gaan het gewoon maar weer doen. Ik ben op dit moment aan het editen. De aftermovie van de Movers Network. De workshops. Dat vind ik altijd zo moeilijk. Heel vaak dan is er gewoon meer... tof beeldmateriaal dat de muziek aan kan, zeg maar. Dan moet de video gewoon kort zijn. En dan is er heel veel beeldmateriaal, heel leuk beeldmateriaal. Wat je er eigenlijk allemaal in wil doen. Maar dan zou de video echt 7 minuten zijn. Dus ik ben nu goed op weg. Ik zit op 2 minuten. En hij moet op 1,5 zijn staan. Maar ik moet ook ervoor zorgen dat de 3 workshops gelijk hoeveelheid aandacht krijgen. Dus niet dat de video ineens 1 minuut met 1 workshop is. En de andere 2 15 seconden zijn geplakt. Dus ja, dat ben ik nu aan het doen. Het gaat op zich wel goed. Ik ga nu even een bakje koffie zetten. En als ik klaar ben met deze edit, dan ga ik mijn Q&A opnemen. En daar heb ik wel heel veel zin in ook. Maar laten we eerst even koffie gaan zetten. Zodat ik heel even nog dit eruit kan knallen. En dan is het ready. Tipje van mij. Ik heb gewoon een Senseo, een normale koffie. Met amandelmelk. En dan 1 kleine eetlepel. Eigenlijk eerder misschien een theelepel. Een volle theelepel met eiwitpoeder. En ik heb witte chocoladesmaak. Dus dat is echt super lekker. Het is echt net alsof je een soort siroop e-koffie hebt. En ik heb ook deze erbij. Die ga ik zo opeten. Met, dit is gewoon normale witte chocola. Vind ik heel chill. Kan echt niet wachten totdat ik weer kruidnoten in huis haal. En die ga ik vandaag denk ik halen. Want we hebben ze nou op kantoor ook al. Nou, dat gaat gewoon helemaal mis. Het is vandaag zondag. Ik heb de afgelopen dagen niet echt meer gevlogd. Ik kwam ook gewoon een beetje omdat ik heel erg druk was met dingen. En niet heel erg veel boeiende dingen kon laten zien. Van de volgende week zal ik weer lekker het vloggen oppakken. Denk ik. Het kan ook zomaar een keer zijn dat ik 3 dagen niet vlog. En dat het een wat kortere week vlog is. Maar ik hoop daarmee een beetje te kunnen compenseren met de extra video's die eraan komen. Want de Q&A staat al ingepland. Ik wil je bij deze heel erg bedanken voor het kijken van deze vlog. Ik hoop dat je hem weer leuk vond. Doe dan zeker even een like op deze video. En plaats een reactie hieronder. En ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan zeker. Want dan komt elke week een nieuwe weekvlog aan. Dus zo blijf je op de hoogte. En wil je echt niks missen? Klik dan even op dat belletje hier beneden. Dan ben je verzekerd dat jij de eerste bent die mijn weekvlogs bekijkt. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie volgende week weer. Ciao!